Goedemiddag en welkom bij Going Green, een serie van 6 dialogen georganiseerd door Vereniging Delta Metropool in samenwerking met Provincie Flevoland en de Floriade in aanloop naar de Floriade 2022. Mijn naam is Sophie Stravens en samen met u ga ik de komende maanden vanaf vandaag tot februari volgend jaar middels 6 dialogen in gesprek met uiteenlopende gasten over het werken aan de groene stad. Helemaal in lijn met het thema van de Floriade 2022, Growing Green Cities. De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling die slechts 1 keer in de 10 jaar plaatsvindt. En in 2020 wordt dat georganiseerd voor de 7e keer op een prachtige locatie in Almere en nog helemaal in aanbouw zelfs. Deze keer een iets langere introductie voor deze eerste dialoog. We kunnen namelijk niet zomaar voorbij gaan aan deze prachtige locatie, zoals ik net al zei. We zitten vandaag en ook de komende dialogen in het, op het Floriade-terrein in Almere vanuit het Food Forum Paviljoen, nog helemaal in aanbouw. Indrukwekkend gebouw, kunnen we wel zeggen. 4 meter onder zeeniveau met een groen dak op zeeniveau. En we kunnen het ons op een dag als vandaag bijna niet voorstellen. Maar door de aanhoudende nachtvorst en regen kan nu pas de gevel worden opgebouwd. Dat is namelijk een leemgevel die, as we speak, nu op de buitenkant wordt gespoten. Maar over 2 weken is hij helemaal klaar. Vrijdag vindt de officiële opening plaats. We zijn dus een van de eerste gasten die hier een studio-uitzending mogen doen. Dus we zijn vereerd. Nou, het doel van de serie van die 6 dialogen waar ik u in mee mag nemen is om het concept van de groene stad te verduidelijken. Een thema belangrijker dan ooit, want richting 2050 zal maar liefst 68% van de wereldbevolking in de steden wonen. Dat is nu de prognose. Maar waarom is dat groen dan zo belangrijk in de stad en wat betekent een groene stad eigenlijk? Wat vraagt het van planners, ontwikkelaars, bouwers, bewoners? Wat zou die groene stad moeten opleveren en hoe werken we daaraan? Elk dialoog met 2 gasten staat een ander thema centraal. We hebben het over klimaatbestendigheid, verbondenheid, het zelfvoorzienend karakter van de steden, circulariteit, duurzaamheid en innovatie. Nou, vandaag, woensdag 2 juni 2021, de eerste aflevering uit de reeks over het thema klimaatbestendigheid met de titel De Groene Kracht van Steden. We leven in een wereld waarin die steden steeds drukker worden, zoals ik net al zei. En die constante toename van bewoners en de manier waarop wij dat inrichten zorgt eigenlijk voor een druk op dat buitengebied. De trend van die lage dichtheid en een autoafhankelijke verstedelijking, dat leidt tot ecologische voetafdrukken die eigenlijk groter zijn dan de stad zelf. De stad is dus enerzijds de motor van de economische groei, anderzijds ook van de ecologische neergang. Hoe draaien we dat om? Ofwel, wat betekent het om een hoge stedelijke dichtheid te combineren met een klimaatbestendige planning? Lange inleiding, maar ik ga er vandaag in gesprek over met 2 gasten. Marjan Stuiver van Wageningen University and Research. En Jeroen Rijsdijk van Arcadis. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Jullie mogen zo dadelijk starten met een presentatie. Kort, 10, 15 minuutjes. Waarin jullie een eerste visie, jullie eerste ideeën delen. En vervolgens hebben we gelukkig nog de tijd, de ruimte tijd om met elkaar in gesprek te gaan en de verdieping daarover te zoeken. Dus eerst een half uur presentaties en vervolgens een uur ongeveer een dialoog. Dat zullen we doen aan de hand van 3 stellingen waarvoor ook u thuis uitgenodigd wordt om daaraan deel te nemen. Dus dat verschijnt dan onder het kijkvenster en dan kunt u de poll ook invullen. Laten we snel beginnen, zou ik zeggen. Marjan, jij mag openen, de sessie. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch programma Green Cities aan Wageningen University and Research. Je hebt ervaring op het gebied van voedselvoorziening, natuurbescherming en ruraal-stedelijke planning. En dit heb je ook toegepast in verschillende besturen, de politiek en de onderzoekswereld. En de komende 10, 15 minuten ga jij je visie delen op de groene stad van de toekomst, toch? Ja, zeker. Nou, dankjewel, super. Sophie. Aan jou het woord. Ja, en bedankt dat ik hier mag zijn.
op weg hier naartoe met de trein stond ik net op Amsterdam-Zuid. En toen dacht ik natuurlijk aan mijn presentatie De Kracht van Groene Steden. Ik zag heel veel gebouwen, heel veel auto's, een trein. En toen dacht ik van, ja, is die groene stad, is dat nou een droom? Zo was voor mij altijd al een droom. Voor sommige mensen die zeggen, het is een utopie. Zoveel moet er gebeuren om dat te realiseren in de toekomst. Dat gaat nooit lukken. Er zijn heel veel andere dingen, staan veel hoger op de agenda. Of is het noodzaak, misschien zelfs bittere noodzaak? Ik denk het laatste. Want klimaat staat op één. Als je kijkt naar de risico's die we op dit moment lopen mondiaal, staat klimaat en de klimaatproblemen op één. Zowel in Nederland zelf, hè, dus sterfte door hitte, wateroverlast is natuurlijk een belangrijke, maar ook internationaal. Verliezen in de landbouw, klimaatmigratie, nou, de problemen zijn gigantisch. En nou, daar komen we later ook nog wel denk ik op bij de stellingen. Maar wat daar ook achter zit, is het hele verhaal van rechtvaardigheid. Kijk, wij wonen in Nederland en wij kunnen eigenlijk die problemen van klimaat nog redelijk ver van ons afhouden. Maar er zijn heel veel medeburgers op de wereld die dat niet kunnen. En het gaat ook over sociaal kapitaal. Dus hoe krijgen we de nieuwe generaties echt op voor het voetlicht? Gelukkig is dat zo. Iedereen kent Greta Thunberg natuurlijk. Maar hoe krijgen zij ook echt een stem in die veranderingen? Nou, biodiversiteit zit daar heel dicht tegenaan. Als je kijkt naar deze grafiek uit van Nature, 2020 moet dat zijn trouwens, zie je dat er natuurlijk biodiversiteit enorm afneemt. En dat we met de huidige inspanningen dat dat nog door zal gaan. Als we onze beschermingsinspanningen omhoog doen, kunnen we wat afvlakken, maar eigenlijk moeten we vooral meer duurzaam produceren en consumeren. Kortom, we moeten naar in Nederland ook naar een groene metropool van de toekomst. En wij hebben daarvoor in Wageningen hebben we een visie gemaakt die het afgelopen jaar ook veel in het nieuws is verschenen, ook met mijn collega Tim van Hattem. En in die visie hebben we een aantal aannames gedaan. Dus een zeespiegelstijging van 1,5 meter in 2021. Temperatuurverhoging, extremer weer, het verschuiven van klimaatzones en de Randstad blijft, maar groei in Hoog-Nederland. Nou, en hoe ziet dat er dan uit, die metropool van de toekomst? Wij hebben geen blueprint gemaakt. We weten natuurlijk ook niet. We willen vooral de discussie aangaan. En die discussie die gaat over 6 principes... Natuurlijk, systeem staat aan de basis, dus we bewegen mee met die natuur en mee met de klimaatverandering. We maken echt een natuur-inclusieve samenleving, daar kom ik straks ook nog op, maar geen greenwashing, maar natuur staat aan de basis van elk plan wat we maken, elk bouw, elke inrichting die we doen, elke schep die we in de grond zetten. Circulaire economie is daarbij heel belangrijk, hè? Dus de opgave die steden al voor zichzelf hebben gemaakt om klimaatneutraal te zijn, maar ook circulair te zijn, is echt cruciaal daarin. Dus je gebruikt niet meer dan dat je uitstoot. Zeg ik dat goed? Nou, maakt niet uit. Jullie begrijpen wat ik bedoel. Adaptieve inrichting, hè? Dus meebewegen en ook het optimaal benutten van het water. We zijn een waterland. Ik denk dat straks Jeroen daar ook veel meer over gaat zeggen. En als laatste voor en door iedereen. Nou, maar waarom die groene stad? Hè? Nou, behalve dan die grote mondiale opgaven die we hebben, zijn er ook gewoon dingen voor onszelf dichtbij die van belang zijn. Natuurlijk minder wateroverlast en verkoeling van de stad. Maar dat ook een betere gezondheid en welzijn. Wij hebben veel in ons onderzoeksprogramma, ook in de topsectoren, hebben we veel onderzoek gedaan. En ja, misschien is het een open deur, maar groen is gezond. En dat wordt steeds duidelijker. En het is ook natuurlijk belangrijk voor bedrijvigheid en vestigingsplaats. Op het moment zijn huizen natuurlijk knetterduur, maar in principe is er altijd een correlatie tussen de locatie en hoe groen die is en de waarde van je huis. En dat verspiegelt natuurlijk de waarde van het welzijn waar je woont. En last but not least, biodiversiteit en sociale cohesie, die twee, daar heb ik al iets eerder over gezegd. Ja, biodiversiteit in de stad is gewoon belangrijk. Omdat wij, en daar komen we straks ook op, compacte stad, waar is de ruimte voor natuur? Maar je kan in die stad kan je heel veel ruimte geven aan die natuur.
Ga ik nog even voor terug. Kijk, als je de ondergrond, de netwerklaag en de occupatielaag van de stad bekijkt, dan zie je eigenlijk de stad, wij zien de stad vaak als een technologisch en economisch systeem, infrastructuur, gebouwen, industrie, mensen die daarin bewegen. En je moet eigenlijk naar die ondergrond ook kijken. Dus dat abiotisch, biotisch systeem, het watersysteem en daarop die groene netwerken. En mijn centrale stelling is, dat moet de basis zijn van alles. Dus bij elk plan wat je maakt, moet je daarmee beginnen. Nou, Rotterdam doet het goed. Ik geef nu een aantal voorbeelden van steden in Nederland waar dus eigenlijk puzzelstukjes al bezig zijn om die groene delta-metropool te maken. Rotterdam heeft de ambitie om bijvoorbeeld 20 hectare aan groen extra te doen dit jaar nog. Heeft zowel gezond als compact als productief, circulair en inclusief in de omgevingsvisie gezet. Dus gaat mee en wil mondiaal in de top 10 van de groenste steden horen. Net was, zag je ook Singapore. Singapore is nu een van de groenste steden van de wereld. Ik weet niet of jij daar straks ook nog iets op zegt. Maar zij hebben echt hun percentage aan groen drastisch verhoogd in de afgelopen jaren. Terwijl ze ook enorm groeien. Dus nou, het zou prachtig zijn als Rotterdam natuurlijk wereldformaat groene stad wordt. Amsterdam timmert ook goed aan de weg met een duurzame voedselstrategie, maar ook met een natuurinclusieve stad en is ook heel praktisch bezig met woningbouw die natuurinclusief is. We zijn op dit moment met een nieuw project bezig waar betaalbare huurwoningen ook dicht bij het Vondelpark natuurinclusief zijn. Nijmegen is al jaren natuurlijk met ruimte voor de rivier goed bezig met klimaatadaptatie. Heeft ook de prijs European Green Capital of Europe gewonnen. En is ook heel erg bezig met die inclusiviteit. Dus hoe krijg je iedereen mee in die groene transitie? Nou, ik moet er even Wageningen noemen, waar ik zelf vandaan kom. Wij hebben een prachtige groene campus waar ook bedrijven, onderzoek en onderwijs in samenkomen. En we zijn 80% klimaatneutraal inmiddels al en gaan er ook hard in door. Maar we hebben ook, we wekken onze eigen energie op als bedrijf. En we hebben ook veel natuurinclusieve uitstapjes op de campus. We hebben onze eigen vleermuizengrot bijvoorbeeld en een heemtuin. Nou, dat is heerlijk natuurlijk om daar te lopen als je aan het werk bent. Dus dat hopen we snel weer te kunnen doen ook trouwens. En last but not least, we zitten hier in Almere. Hè? Dus Almere timmert enorm goed aan de weg met groen gezond Almere en ook circulariteit. Ik was vorig jaar ook op een bedrijventerrein waar je van oudsher denkt van nou dat is afval. Maar dat wordt circulair, grondstof georiënteerd, heel hoopvol. Dus mooie voorbeelden zo door heel Nederland heen. Voor die groene delta-metropool. En daar zie je ook, we moeten verder dan Rotterdam, Amsterdam alleen. We moeten echt richting het Roergebied gaan, die rivieren meenemen. En uiteindelijk hopelijk op die visie uitkomen die wij hebben gemaakt met z'n allen bij Wageningen UR. Wat is daarvoor nodig? Hè? Kijk, je kan David Goliath denken, met z'n allen tegen die grote systemen. Of je kan het omarmen en in harmonie bekijken. Ik zit de ene dag op de ene tour en de andere dag op de andere tour. Als je bijvoorbeeld kijkt op het microniveau van niches, gebeurt er heel veel met alle voorbeelden die ik net gaf. Maar op regimeniveau kan er veel meer gebeuren. Woningbouw bijvoorbeeld, een miljoen woningen komt eraan. Gaan we die echt natuurinclusief maken, echt klimaatadaptief maken? Ik bedoel, de universiteiten, gemeentes roepen dat. Projectontwikkelaars willen mee, Bouwend Nederland wil mee. Maar wat is daarvoor nodig? Bijvoorbeeld het groenfonds, een groeifonds. Kijk, ik verspreek mezelf al, want ik wou dat het groenfonds heette. Kijk, zoveel miljarden die de Nederlandse overheid in economische groei stopt. Dat is nummer 1. Nummer 2 is, de maatschappelijke kostenbaten moeten goed zijn. Waarom is het niet een keer andersom? Waarom zeggen we niet gewoon van, nou, we hebben die klimaat en biodiversiteit zo hoog in het vaandel. Dat is naast economie, met economie of misschien boven economie het belangrijkste. En ja, de internationale afspraken hebben we mee, maar daar werken natuurlijk ook heel veel mensen keihard aan om dat goed te blijven krijgen en te blijven agenderen. Dus we hebben een opschaling en een versnelling nodig. Goede voorbeelden, maar het kan nog een stuk sneller, want het is urgent.
Dat hebben wij bijvoorbeeld gedaan met schrijven van een ontbrekend hoofdstuk in de actieagenda van Wonen 2021. Er zijn meegedaan aan het manifest Bouwen voor Natuur. En opschalen en versnellen betekent ook dingen afstoten. Dus dat is natuurlijk, kunnen we straks ook over hebben. Wat laten we dan? Dat is altijd een hele lastige. En dan komen we ook uiteindelijk terug bij onszelf. Want wij zijn het belangrijkste puzzelstukje in het hele verhaal. En ja, wat laten we zitten? Verandering is eng, verandering is uitdagend, totdat we iets moeten opgeven. En dat blijft een grote vraag, wat we ervoor over hebben. Ja. Dankjewel. Dank jij wel. We gaan het er dadelijk zo inderdaad nog verder over hebben. Dankjewel, die ga ik zo even schoonmaken voordat ik het woord geef aan Jeroen. Nou, een hoop dingen al aangestipt en zeker inderdaad een hoop aanknopingspunten waar we het zo dadelijk zeker nog over gaan hebben. Dus bedankt nogmaals. Gaan we gewoon meteen door naar Jeroen. Jeroen Rijsdijk, leidinggevend adviseur stedelijk water- en klimaatadaptatie bij Arcadis. In Nederland richt je met name op de invulling van het klimaatbeleid voor gemeenten. Mm-hmm. Maar ook internationaal ben je actief. Onder andere in China, Amerika, Europa en de UK. Waarbij je werkt aan concepten zoals Sponge City, Low Impact Development en Water Sensitive Urban Design. En jij gaat ons meenemen in hoe de woningbouwopgave nou gekoppeld is aan allerlei andere opgaven, toch? Dat klopt. Dat klopt. Ja. Nou, mag jij alvast beginnen? Ga ik de klikker schoonmaken, okay. Zodat we die er helemaal corona-proof natuurlijk voortzetten. Ja. Oké, nou dankjewel Sophie. En mijn verhaal sluit mooi aan op het verhaal van Marjan. En het begint zelfs met een foto van Rotterdam, of een foto. Het is een impressie van Rotterdam, het Schouwburgplein. Waar al een aantal jaren het initiatief loopt, publiek-private initiatief, om die hele buurt ontzettend te vergroenen en te verduurzamen. En hier zien jullie het dak van een van de gebouwen en de daken eromheen, waar de vergroening is doorgevoerd. Hè. Nu is het allemaal grijs, dakbedekking. Maar dit is wel het toekomstbeeld. En de eerste stappen zijn nu gezet. Het dak van de Schouwburg gaat vergroend worden. En ja, er lopen een aantal initiatieven. En ja, dat gaat elk jaar gaat dat een stapje verder. Dus dit is een mooi begin om te kijken van, nou ja, hoe breng je nou dat groen en die biodiversiteit terug de stad in. Toch even een klein sprongetje naar de wereldwijde sustainability goals, de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Ja, daar kun je er zo een negental uit plukken die ontzettend te maken hebben met een gezonde groene leefomgeving in de stad. En ik denk dat dat ook het doel is van ons allemaal, om die mooie groene, leefbare en gezonde groene stad te realiseren. En als ik dan naar het eerste plaatje kijk, ik heb een aantal internationale plaatjes en dan gaan we naar Nederland. Dan zien jullie hier Tianjin Eco City, Tianjin, de miljoenenstad in China, waar de planners van de stad samen met de planners van Singapore gekeken hebben van hoe kunnen we hier nou een zo duurzame mogelijke, zo groen mogelijke, klimaatadaptief mogelijke stadsdeel ontwikkelen. 350.000 inwoners. Moet dit decennium klaar zijn en ja, zet dus vol in op zoveel mogelijk groen, zowel horizontaal als verticaal. En dat doen ze inderdaad samen met de planners van Singapore, want Singapore heeft inderdaad niet alleen in Zuidoost-Azië, maar wereldwijd een voorlopersrol als het gaat over het vergroenen van de stad. Nou, een ander voorbeeld is in Wuhan, inmiddels geen onbekende stad meer. Dit is een enorme gebiedsontwikkeling waar ik zelf de afgelopen 5 jaar bij betrokken ben geweest. En hier zien jullie het centrale plein, pardon, het centrale plein in die ontwikkeling, waar, nou ja, waar ook gekeken is van, nou ja, hoe brengen we nou groen in zo'n enorme verstedelijking. En ja, waar ik zelf mee bezig geweest ben, is om te kijken hoe het landelijke, het nationale klimaatadaptatieprogramma, hoe je dat moet doorvertalen naar het uiteindelijk realiseren van een dergelijke ontwikkeling.
Nou, dit is er eentje in New York. Daar zijn we als Arcadis ook al jaren intensief bij betrokken. Waar het groen is ingezet multifunctioneel om ook nog eens een keer te zorgen voor bescherming tegen overstroming. Hier het park aan Manhattan is anders ingericht, verder vergroend, maar ook dusdanig ingericht dat het de Manhattan beschermt tegen nieuwe overstromingen. Dus ja, eigenlijk een win-win om groen en biodiversiteit te combineren met waterveiligheid in dit geval. Nou, als je dat nog doorzet, het verder vergroenen, dan hebben we ook in Nederland een aantal mooie voorbeelden. Dit is Wonder Woods bij het Centraal Station van Utrecht. Twee woontorens waar vol ingezet wordt op het verticale bos, vertical forest. Als eerste gerealiseerd in Milaan door de architect Stefano Buri. En die is ook betrokken bij dit project om zoveel mogelijk te kijken van kunnen we die vergroening, die verduurzaming doorvoeren. En het is niet alleen voor klimaatadaptatie, maar het is ook voor klimaatmitigatie. Want dit produceert ook ontzettend veel zuurstof en houdt ook ontzettend veel CO2 vast. Dus ja, een hele mooie ontwikkeling en een beetje vergelijkbaar is ook Eindhoven District E, het stationsplein, waar ook twee grote woontorens ontwikkeld worden, auto's eruit en zorgen dat je meer groen en meer diversiteit en biodiversiteit weet in te brengen. Nou, het laatste plaatje in dat is de Valley op de Zuidas. Marjan zei het net al, enorm versteend. Nou, dit gebouw staat pal naast de snelweg. Is al een heel eind op weg. Maar over 10 jaar is die snelweg verdwenen, want die gaat ondergronds. En dan staat dit naast een park. Dus, maar ook hier zie je enorm ingezet op ook de bewoners die niet op Maaiveld zitten, tot ze eigenlijk toch midden in het groen zitten en daarmee dus ook groen en biodiversiteit zoveel mogelijk de stad in wordt gebracht. Nou, wat betekent dat nou voor Nederland? Dan stap ik even over naar de uitdaging die we hebben. Want Marjan zei dat ook al, we moeten 1 miljoen woningen bouwen in dit decennium. En daarmee is het nog niet eens klaar, want de 20 jaar daarna ligt er nog een enorme bouwopgave. Dat is in het onderzoek en het boek wat de bouwagenda geïnitieerd heeft. En het boek staat hier ook op het scherm. Wat wij willen is nog nooit gedaan. Dat is op het initiatief van de bouwagenda. Dat is een keer bij elkaar gezet. Van wat is nou die uitdaging als wij in Nederland zoveel woningen moeten gaan bouwen. En we hebben ook nog eens een keer al die opgaves om te vergroenen, te verblauwen. Maar ook nog heel veel andere ruimtelijke opgaves. Nou, wat daar in ieder geval duidelijk is geworden, is dat er een enorme noodzaak is om nog veel integraler te gaan werken dan we tot nu toe gedaan hebben. En links zien jullie een aantal van die opgaves. Uiteraard de woondeals, waar ook de omgevingsvisie, het meerjarenprogramma voor infrastructuur, energie en infra en natuur en landschap. Dat moet allemaal over elkaar heen gelegd worden. En van oudsher werd dat gedaan eigenlijk met zo'n focus. Dat staat daar bij de huidige situatie. Provincie, gemeente, ontwikkelaar. Om te kijken van ja, mensen moeten wonen, mensen moeten werken en er hoort infrastructuur bij. En de conclusie is dat dat niet meer gaat werken om op zo'n manier naar die verstedelijking te kijken. Dan gaat het zeker niet lukken om, wat je in het rechterplaatje ziet, ook duurzame energie, ook natuur, ook water, ook recreatie, ook in onze leefomgeving goed te implementeren. Nou, via dat boek van de bouwagenda zijn er 7 opgaves bij elkaar gezet. Die allemaal met elkaar op elkaar invloed hebben. En die soms elkaar kunnen versterken, maar elkaar ook regelmatig in de wielen zullen fietsen. En de eerste is uiteraard de verdichting. Hè. 1 miljoen woningen de komende 10 jaar. En nog eens een keer 750.000 woningen in de periode tot 2050. We gaan ook naar een andere mobiliteit toe. Hè. Minder privéauto's, meer fietsen, meer OV. En een woningbouwopgave die zich zal richten op de OV-punten. Op de OV-knooppunten.
Nou, dan gaan we ook nog de energietransitie die we in de stedelijke omgeving moeten doorvoeren. Dat gaat ook ruimte claimen. We moeten de circulaire economie aanpakken. De afvalberg moet omlaag. Hè. En we zijn goed bezig, maar eigenlijk is de afvalberg de afgelopen jaren helemaal niet kleiner geworden. Dus we moeten nog steeds grote stappen zetten. En daarna komt dan ook nog de klimaatadaptatieopgave en de gezonde leefomgeving. Nou, en die twee hebben ontzettend te maken met die groene en gezonde stad en die biodiversiteit. En dat alles valt ook samen met een stukje sociaal welzijn. Nou, deze 7 opgaves, hier staan ze nog kort nog een keer toegelicht. Die gaan er wel voor zorgen dat we die vierkante meter die beschikbaar is in de stad, waar wij vanuit klimaat en de groene stad natuurlijk willen dat dat groen is of dat dat water wordt. Daar gaan wel behoorlijke conflicten plaatsvinden om te kijken van hoe ga je dit matchen. Ik zeg zelf altijd, voor elke beschikbare vierkante meter in de stad hebben we met al deze opgaves voor 3 vierkante meter aan opgaves. Dus we moeten iets. Nou, en dat geldt natuurlijk ook voor die mobiliteit, die energie en die circulaire economie. We gaan naar slimme steden, er is steeds meer data beschikbaar. Als je dat goed kan managen, uiteraard met het oog op privacy, dan kun je daar ook weer, ook richting die groene stad, ook weer voordeel uithalen van hoe ga ik die opgaves op elkaar leggen. Afgelopen jaar kwam ook nog eens een keer COVID eroverheen. En dat heeft ook nog wel duidelijk gemaakt. Een aantal trends versterkten zich. Maar wat er vooral duidelijk werd, is dat er een roep is om flexibiliteit en aanpasbaarheid. Er zijn ineens een aantal dingen het afgelopen jaar anders geworden dan we altijd gedacht hadden. En dan zo zul je ook die stad moeten gaan benaderen. Nou, ook die klimaatadaptatie en die gezonde leefomgeving. Hoe ga je er nou voor zorgen dat je dat groen de juiste plek kan geven, in plaats van dat ze weggedrongen gaan worden door die andere opgaves? Want een groene leefomgeving is ook een gezonde leefomgeving en ook een leefomgeving die meer waard is. Vastgoed tot 20% meer waard op het moment dat je de buurt gaat vergroenen. Gezondheidszorgkosten gaan omlaag als mensen in een gezonde, groene omgeving wonen. En als laatste het sociaal welzijn. Dat hoort er uiteraard ook bij om in een goede, gezonde en mooie stad te kunnen leven. Nou, flexibiliteit is dus de noodzaak. En ik ben er bijna doorheen, dus gaat helemaal goed. Maar flexibiliteit is wel de noodzaak van hoe wij naar de stad moeten gaan kijken. We kunnen niet alleen maar meer focussen op, we gaan kijken waar we groen en blauw de stad in kunnen brengen. Hoe we biodiversiteit kunnen vergroten, verbeteren. Dat kunnen we niet meer doen zonder dat we met al die andere opgaves ook rekening houden. Er zijn te veel opgaves voor de beschikbare ruimte. En de voorbeelden aan het begin, daar zag je ook al een aantal van de oplossingen waar dan naar gekeken wordt. En ik denk dat dat wel de crux is voor de komende jaren. En dan valt er 1 slide af, maar op zich is dat helemaal niet erg. Oké, en had je daar nog een verhaal? Nou ja, de laatste slide was van, en wat is nou de uitdaging voor Nederland? Ja. En hoe ga je dit op elkaar afstemmen? En dat is eigenlijk ook wel wat in dat initiatief van de bouwagenda ook de afgelopen 2 jaar onderzocht is. Maar hoe breng je nou die stakeholders bij elkaar om die discussie met elkaar te voeren, in plaats van dat we alleen maar tegen elkaar zeggen van, we moeten beter communiceren en we moeten heel goed gaan afstemmen. We moeten heel goed samenwerken. Precies, dat roepen we natuurlijk al decennia. Ja. Maar dat gaat nu niet meer genoeg zijn om al deze complexe opgaves in die stad samen te brengen. Ja, we moeten aan de bak. We moeten aan de bak. Inderdaad. Nou, dankjewel ook Jeroen voor jouw presentatie. Volgens mij is dit een hele mooie aftrap voor het gesprek dat we gaan voeren. Ik zie ook al heel fijn, er is een chat inderdaad voor jullie zichtbaar rechts naast het livestreamscherm. En daar kunnen jullie vragen insturen. Doe dat dus ook vooral. Zet er ook even bij aan wie de vraag gesteld mag worden. Dan probeer ik hier in ieder geval een aantal van die vragen aan tafel te stellen.
We gaan het gesprek voeren aan de hand van een drietal stellingen. De eerste over mitigatie in zo'n compacte stad. De tweede over adaptatie, de weerbaarheid. En de derde gaat over de transitieopgave van hoe gaan we dat nou inrichten. Dus laten we gewoon beginnen met de eerste stelling. Om vanuit daar ook jullie presentaties er weer bij te pakken en het gesprek verder aan te gaan. Dus de stelling die komt nu voor jullie als het goed is onder de livestream in beeld. En die luidt als volgt. Om de grote uitdagingen van onze tijd, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, een antwoord te bieden, is intensievere verstedelijking noodzakelijk. Dus je kunt een antwoord geven, ja, nee. Dan zie ik hier de antwoorden van jullie zo dadelijk op mijn schermpje binnenkomen. Want wat zit er nou achter? Die groene steden van de toekomst die zien er mooi uit. Maar in feite is het een direct gevolg van het gevecht om ons aan te passen aan die klimaatverandering. Daarbij is niet het grootste probleem, zo wordt gezegd, zoals ook in jullie presentatie naar voren kwam, dat we te snel verstedelijken, maar juist dat we niet stedelijk genoeg worden. We moeten dat compact maken. Dus die compacte steden, die scheppen de ruimte voor natuur en biodiversiteit en stimuleren de ontwikkeling van vindingrijke gemeenschappen. Nou, aan jullie dezelfde stelling. Om de grote uitdagingen van onze tijd, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, et cetera, een antwoord te bieden, is intensievere verstedelijking noodzakelijk. Ik zie hier de antwoorden op mijn scherm, maar ik ben eerst even benieuwd. Wat zeggen jullie? Ja of nee? Biedt die compacte stad? Moeten we compactere steden gaan bouwen? Biedt dat een antwoord? Mm-hmm. Jeroen? Eigenlijk is dat al wat er is ingezet. Hè? Want die miljoen woningen die wij de komende 10 jaar moeten bouwen, die moeten binnen de bestaande contouren worden gezocht. Tezamen met al die andere opgaves. Dus eigenlijk is het al bijna niet eens meer een vraag. In Nederland is dat al ingezet. We moeten dat gaan doen. Ja, we moeten dat gaan doen. Of dat gaat lukken, dat gaat wel heel spannend worden, vind ik. Ja, maar jij zegt dus ja in principe. Ja. Op naar compacte steden. Marjan? Ja, jij zei, deze stelling gaat over mitigatie. Hè? Dus dat gaat over eigenlijk hoe we onze footprint verkleinen. Hè? Hoe we onze uitstoot verkleinen. En dat gaat dus ook over het verlagen van de vervuiling van industrie en landbouw. Dat staat ook allemaal in het klimaatakkoord natuurlijk. Dus wat dat betreft niks nieuws onder de zon. Maar het gaat natuurlijk wel om de ambitie daarin. Dus verstedelijking in Nederland moet je in dat perspectief zien. Ten eerste, hoe pakken alle sectoren die opgave op? Ja. Dus SEC, de stelling denk ik, ja en... Ja, en nog meer. Ik hoor hier twee ja's in ieder geval met een hoop mitsen, maren opgaven erachter. Ik kan net zo goed nee zeggen. Je kan net zo goed, nou daar kom ik dan zo nog even op terug. Hier is namelijk in de poll wel enige verdeling. Driekwart zegt ja, dat is zeker waar. En een kwart zegt toch ook nee. Nou, nu een oproep, reageer ook vooral in de chat om daarop dat verder te verduidelijken. Ik wil dan meteen wel naar jou gaan, Marjan. Waarom nee? Nou, niet nee. Nee, verdichting is... Wat is verdichting? Is dat stenen? Mm-hmm. Verdichting is voor mij ook de publieke ruimte en de private ruimte groen dicht, intensief groen inrichten. Dus eigenlijk moeten we die definitie van die verdichte stad moeten we eigenlijk oprekken naar niet alleen onze fysieke omgeving, maar ook onze natuurlijke omgeving. Dus veel bomen, veel groen, veel waterwegen. Eigenlijk is heel interessant dat je dat niet alleen hoeft te doen door heel veel geld te investeren, maar dat gemeentes en ook projectontwikkelaars nu eigenlijk al met eigenlijk wat basisprincipes dat al stuk kunnen verbeteren. Dus ik zeg nee in hoe we nu over verdichting denken. Dus... Kijk, natuurlijk zeg ik ja, omdat je als je... ik word geprikt door een mug ondertussen, het is echt zomer. Ja. Ik zeg ja, omdat je natuurlijk doordat mensen waarschijnlijk meer gaan lopen, fietsen, wandelen in die stad als het dichterbij is. Dat is natuurlijk ook sowieso dus beter. Uitstoot van mobiliteit, dat soort zaken. En de last mile, hè, dus voedselverplaatsing. Mm-hmm. Dus verdichting denk ik ook bijvoorbeeld aan wat gebeurt er in die metropool aan voedselvoorziening. Komt dat dichterbij? Is dat logistiek interessanter? Of laten we alles nog steeds de hele wereld invliegen? Dat is eigenlijk mijn antwoord. Ja, verdichting, precies. Ja, maar rekt dat begrip op? Ja. Hoe ziet dat eruit, die intensieve verstedelijking? Er zit wel een afweging nog bij, hè? Want het ideaalbeeld van de Nederlander, de gemiddelde Nederlander,
is een huis met een tuin. Mm-hmm. Dus een rijtjeshuis of een twee onder één kap of vrijstaand. Maar wel allemaal op maaiveldniveau. Als de opgave die er nu ligt is 1 miljoen woningen bouwen binnen de bestaande contouren. Dan kun je al aan je klompen aanvoelen. Dat gaat niet lukken met het ideaal beeld wat de gemiddelde Nederlander heeft. Mm-hmm. Dus we zullen ook heel nadrukkelijk moeten kijken van wat zijn andere woonvormen. En dan praat je toch over de hoogte in. Wat zijn andere woonvormen waar voldoende Nederlanders zich comfortabel bij voelen. En die tegelijkertijd dan ook ruimte creëren voor die andere opgaves. Ja. Dus voor groen. Want je kan natuurlijk die voorbeelden die erin stonden van Wonderwoods en The Valley op de Zuidas. Ja, dat gaat natuurlijk niet voor elke nieuwbouw in Nederland gelden. En dat zal ook echt niet in de categorie betaalbare sociale woningen vallen. Mm-hmm. Dus we moeten wel echt gaan nadenken, de stedenbouwkundigen, de planologen, van hoe ga je dan die opgave realiseren zodat er voldoende groen in die stad bij kan komen. Ja, ja. Ja, en die 1 miljoen woningen is ook, wordt ook wel door mensen bekritiseerd. Collega uit Delft. Delft is ook druk bezig met klimaatadaptief bouwen. Hè? Dus professor van de Dobbelsteen. Ja, die zegt hele interessante dingen daar ook over. Er is natuurlijk ook heel veel onbenutte ruimte en bedrijventerreinen. Waarom zijn we niet veel flexibeler met het bouwen? Je hebt natuurlijk ook de hele tiny houses beweging op dit moment. Nou, wat zie je? Projectontwikkelaars storten zich erbovenop en het wordt weer een stuk duurder. Dus ik denk wat je vooral ook met die woningbouwopgave moet hebben, wat ik eerder ook al zei, ik kan niet vaak genoeg benadrukken van laat nou die economie, hè, dat financiële verhaal, laat dat los. Mm-hmm. Ja, uiteindelijk is geld verdienen natuurlijk altijd de hoofdmotief ook bij dat bouwen. En ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt, van hoe kunnen we dat omdraaien? Want je hebt natuurlijk ook in een economie van vooruitgang, dat wordt eigenlijk natuur en al die zaken worden nog als een soort trade-offs gezien, mm-hmm. als een soort kosten, externaliteiten. Maar we moeten gewoon naar een economie waarin we ook investeren in die bronnen. Ja. Dus dat je niet alleen huizen bouwt, maar dat je ook biodiversiteit en ook veerkracht bouwt. Dat moet allemaal in diezelfde opgave, op die beperkte oppervlakte. Ja. Want dat vind ik ook nog wel interessant. Inderdaad, het gaat nu om die compacte stad. Jij zegt, we moeten de hoogte in. Ja. Anderzijds zou je kunnen zeggen, moeten we niet allemaal een zelfvoorzienend leven in een toch een wat kleiner huisje, bij wijze van spreken. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Nou ja, dat zijn die nieuwe woonvormen, hè, wat ik net zei. Van, we zullen met z'n allen moeten gaan zoeken van wat zijn nou de woonvormen in de komende decennia. Ja. Natuurlijk, na de Tweede Wereldoorlog is Nederland vol gepropt met rijtjeswoningen. Niet meer invullen. Nee. Maar als je vraagt, vorige week zat ik met een groep stedenbouwkundigen. Als je dan vraagt van ja, maar als we de hoogte ingaan, hoe hoog dan? Mm-hmm. Dan wordt er al heel snel, ook vanuit de stedenbouwkundigen gezegd, van ja, maar hoger dan 6 woonlagen, dat kan niet. Is dat omdat we dat niet mooi vinden? Of... Ja, nou, dat argument toen was van ja, maar dan verliest de bewoner het contact met de straat. Mm-hmm. Ik denk van ja, maar als je naar landen om ons heen kijkt en in de wereld. Ja, jij dan kent de internationale voorbeelden. Precies. New York, Manhattan, in China, daar wonen ze toch. Ja, precies. En ik zeg niet dat dat ideaal is, hè, want als je op de 50ste verdieping woont, dat is ook wel weer heel apart. Ja. De mindset van de stedenbouwkundigen, de planners, de ingenieurs, de bestuurders, daar zal wel wat aan moeten gaan veranderen. Ja. En overigens, moet het, wat doen die ontwikkelaars? Doen ze het nou wel, doen ze het nou niet? In 2014 is de Delta-beslissing genomen, de Delta-beslissing ruimtelijke adaptatie, en die zegt vanaf 2020 is klimaatbestendig inrichten onderdeel van het beleid en handelen van de Nederlandse overheden. Ja. Dus het is ook geen optie meer. Nee. Alleen wat je wel ziet is dat de gemeentes nog bezig zijn om dat goed door te vertalen naar contracten met ontwikkelaars. Ja. Laten we over die adaptatie zo nog even hebben. Ja. Nog heel even naar de compacte stad. Ik heb namelijk een vraag van David in de chat gekregen. Die heeft je presentatie ook gezien. Met zoveel inwoners, hoe gaan mensen zich dan verplaatsen in een stad als Tangier? Je ziet namelijk helemaal geen auto's op de foto's. Daarbij zit dus de vraag, dat hangt samen met de mobiliteitsopgave.
Is dat iets wat we dus integraal... Ja, hoe ziet het eruit in de steden van de toekomst? Nou, in de steden van de toekomst wordt sowieso ingezet op autoluw. Mm-hmm. Dus veel meer OV, veel meer fiets, veel meer deeltransport. Ja. En ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren. Want als je kijkt naar de jongere generatie, die zijn al helemaal niet meer geïnteresseerd in het hebben van een eigen auto. Nou, als ik al kijk naar mijn eigen collega's, allemaal onder de 30. Ja, die vinden het de normaalste zaak van de wereld dat ze geen auto hebben en dat ze alles met het openbaar vervoer doen. Ja. Dus ik denk dat tot we er wel komen. Alleen we zijn er nog niet. Want nee. Als je nu in een woonwijk gaat vragen aan de bewoners van wat willen jullie, want we gaan iets doen, dan roepen ze allemaal meer parkeerplaatsen. Ja. En wie is daar dan wie is daarvoor aan zet? Is dat toch een overheid die andere parkeernormen? Want dat is ook vaak een vanzelfsprekendheid. Dat zo'n mm-hmm. parkeernorm maar gewoon meegenomen wordt bij de ontwikkeling van een stad. Ja, ja, voor lokale overheden, voor gemeentes, is dat heel moeilijk. Hè. Die kunnen niet de parkeernorm verlagen terwijl de behoefte er een andere is. Het is meer de hele mindset die de samenleving door zal gaan maken, dat we geleidelijk aan steeds meer naar OV, ja. naar deeltransport, ja. Naar autoluw, dat we daar naartoe groeien. Ja. Maar daar gaat misschien wel 20, 30 jaar overheen. Ja. Ja. Dus we zitten ook al bijna bij de derde stelling volgens mij. Hè? Dus ja. Fran, ja. Ik wil nog even terug naar de mitigatie. Ja. Want als je eigenlijk kijkt naar, als we het dan hebben over adaptatie, zou je kunnen denken, waarom moeten we dan zo mitigeren als we toch investeren in adaptief zijn? Precies. Dus even weer terug naar die hele wereldbevolking en die wereld en die biodiversiteit. Ja. Wij hebben die biodiversiteit nodig. Dat is voor onze voedselvoorziening van belang. Voor onze medebewoners van belang tegen oorlogen. Ik bedoel, klimaatoorlogen zijn er eigenlijk al. Heel veel klimaatmigratie is er al. Het is een belangrijke factor in ieder geval, blijkt uit alle onderzoeken. Klimaatverandering voor het ontstaan van onrust, politieke onlust en migratie. Dus ook investeren in mitigatie is gewoon verlicht eigenbelang wat dat betreft. Ik denk dat wie is er voor een zet? Ik denk dat het dat verhaal vertellen heel belangrijk is. Dat het ook belangrijk is om in de stad plekken te hebben waar je aan de lijve ondervindt dat dat nodig is. Mm-hmm. Maar dus bijvoorbeeld in dierentuinen, ik noem maar wat. Maar ook in dat je in de krant veel meer erover leest. Dus de bewustwording is nog eigenlijk niet groot genoeg. Ja, dat vind ik altijd heel lastig om van alle Nederlanders te zeggen of ze wel of niet uiteraard bewust zijn. Ik bedoel, net zoveel of net zo weinig als ik zelf, denk ik altijd. Maar dat het echt het voorhoofd zit. Dat je begrijpt dat het noodzaak is. Ja. En dat hebben we natuurlijk ook gezien, van nu ook met COVID. Als de shock er is, dan gaat iedereen dan wel kunnen even. We wel. Ja, afgezien van misschien 15% die of 20% die protesteert, de rest loopt in het gareel. Maar dat zakt ook weer weg. Dus, ja. En dat geldt voor deze onderwerpen ook. Ja, ja. Dus dat kan echt nog groter. En we moeten daar echt harder, strenger voor onszelf zijn. Om toch onze voetprint te verkleinen. Kijk naar wat er vorige week gebeurd is natuurlijk. In de rechtszaak tegen Shell. Ja. Je ziet natuurlijk het barst van de reacties en gaat dit de presidentswerking doen? Ik, collega bij de UvA die bezig is van kun je mensen ook verantwoordelijk maken voor klimaatfalen? Kun je mensen voor het gerecht slepen? Ja. In plaats van alleen overheden zoals Urgenda gedaan heeft of Shell nu Friends of the Earth. Dus, maar dat is natuurlijk fantastisch dat gebeurt. Dus dat je er niet meer mee wegkomt. Nee. Ik ben daarvoor. Dat is inderdaad dat stuk bewustzijn. Om deze stelling af te sluiten. Eigenlijk, je zei er net al wat over, Jeroen. Het is bijna geen stelling meer, want het zit in het beleid. Maar toch wordt er nog in het groen in onze cultuurlandschappen gebouwd. Is het glas half vol, half leeg? Zie jij het rooskleur erin? Nou ja, je ontkomt er denk ik niet aan. Hè. Die volledige 1 miljoen die ga je niet alleen maar binnen de bestaande contouren vinden. Dus er zijn nog wel wat greenfield ontwikkelingen. Hè. Dus men nemen een weiland. Ja. En wanneer mag dat volgens jou? Wanneer dat mag, die vraag kan ik niet beantwoorden. Want dat is een hele... Als je net al meer oplevert dan wat er nu staat. Ja, maar dan maak je het financieel. Hè? Dan, nee, niet qua geld, maar qua baten, natuurlijke baten. Ja. Dus eigenlijk kijken naar de grenzen van het gebied past ook nog.
Als je bijdraagt daarmee aan de klimaatneutraliteit van je gemeente, dan kunt daar toch gewone criteria op loslaten. Van als je natuur produceert in dat wonen, in plaats van dat er nu een landbouwland staat waar elke voorjaar gif overheen gaat. Nou, je kan er zelfs dan een business case van maken. Hè? Je pakt de stad die je of elk stukje groen wat er is opoffert om woningen te bouwen. Of je bouwt groen in de stad en je bouwt die woningen erbuiten. En het totaalsommetje is dan inderdaad voor de mitigatie positiever dan wanneer je dat niet doet. We zijn nog niet helemaal over uit of dat de steden compacter mogen, omdat we toch nog iets meer mogen strijden of uitspreiden. Ik zou toch willen doorgaan naar de volgende stelling, wat meer gaat over adaptatie. We hebben net ook al een beetje aangestipt. Dus stelling 2 die kan worden ingestart en die luidt: compact versus uitgestrekt. Compacte steden zijn weerbaarder dan uitgestrekte gebieden bij rampen als overstromingen en hittegolven. Nou, wat komt er allemaal op ons af? Vaak leidt bij die rampen als overstromingen, hittegolven en alles wat erbij komt de discussie op of het wel verstandig is om met zoveel dicht bij elkaar te wonen. Dat terwijl, hoe paradoxaal dat ook mag klinken, intensief gebruikte steden ons juist weerbaarder zouden maken tegen dit soort omstandigheden. We gaan er weer over in gesprek en ik zie hier de antwoorden alweer binnenkomen. Wat zeggen jullie? Zo'n compacte stad, weerbaarder, ja of nee? Marjan? Ik hoop dat jij zou beginnen. Wederom, goede stelling. Helaas kan ik niet zien hoe het publiek reageert. Eigenlijk zat het al een beetje in mijn presentatie dat ik wel voor meer wat uitgestrektere stad ben, omdat ik vind dat die natuur de vrije loop moet krijgen. Dus dan is het natuurlijk als jij om de rivieren heen, als je wilt dat je de zeespiegelstijging opvangt, als je vergroening wil, als je wil dat mensen snel in het groen kunnen zijn, dan moet je dat natuurlijk, dat kan niet alleen maar in één park. Kijk, dus de analogie met COVID, is een compacte stad gevaarlijker voor verspreiding of niet? Nou, dat blijkt dus alleen maar te zijn als je iedereen in een evenement, evenementen en thuis zit. Bij elkaar in een ruimte zit. Ja, dus mensen hebben ook letterlijk die ruimte nodig. Maar dat geldt ook voor adaptiviteit. Adaptiviteit betekent ook dat die ruimte er is om op te reageren. Kijk, ook, en dan mag jij, veerkracht betekent ook gezonde mensen. Kijk, als jij gezond bent, kan je ook beter met dit soort shocks en zaken omgaan. En groen bij aan gezondheid. Ja. Sorry? En groen draagt weer bij aan die gezondheid. En beweging, dus het is lastig. Ja, ik denk compact is heel makkelijk als je het zou hebben over overstromingsgevolgen. Mm-hmm. Hè? Dus gevolgbeperking van een dijkdoorbraak. Ja, precies. Meer mensen in een gebied, meer mensen die daar slachtoffer. De bescherming die je hoeft te maken is kleiner dan wanneer je... Nederland is eigenlijk één grote metropool. Hè? Er zijn nergens meer bijna onbebouwde stukken. Mm-hmm. Maar als het gaat over hitte, als het gaat over extreme neerslag... dan is een compacte stad wel heel ingewikkeld om dat waar te maken. Want dan kan het waarschijnlijk alleen maar waargemaakt worden met hele dure maatregelen. En dan zou je er juist voor pleiten van creëer nou iets meer ruimte, zodat je beter met die hittestress om kan gaan. Dat die extreme neerslag die van boven komt, die dus niet vanuit de rivier of vanuit de zee komt, maar die van boven komt... dat die wel ergens tijdelijk geparkeerd kan worden. Ja. In plaats van dat meteen alles onder water staat met alle schades van dien. Ja, nou dat sluit enigszins aan bij wat ik zo in ieder geval in de in de poll zie. Ongeveer 2/3 zegt nee inderdaad. Van nee, de compacte stad is niet per se weerbaarder. 1/3 daartegenover zegt jawel. Ja. Ik ben nog even benieuwd, want jij zei ook de overstromingen. Nederland zit natuurlijk onder het zeeniveau. Maar wat zijn nou daadwerkelijk die dreigingen die jij als grootste ziet voor metropool Nederland, om het zo maar even te noemen? Mm-hmm. Ja, dat blijft denk ik dan toch de zeespiegelstijging. Mm-hmm. Want die gaat elke keer dat er op een wereldschaal naar gekeken wordt, blijkt die toch weer sneller te verlopen dan wat de wetenschappers in de periode daarvoor dachten. Of gehoopten. En dat gecombineerd met de bodemdaling van West-Nederland... Mm-hmm. betekent dat het ook nog eens een keer relatief ten opzichte van elkaar is.
En we kunnen de dijken gewoon op blijven hogen. Hè? Ik bedoel, Nederland geeft absolute topprioriteit aan waterveiligheid. En dat moet ook wel, gezien de economische belangen. Maar wat nou als die zeespiegelstijging elke keer dat er om de 5 jaar naar gekeken wordt, weer een heel stuk sneller blijkt te gaan. Ja. Ergens kom je dan toch een keer knel van hoe diep wordt de badkuip waar we met z'n allen in zitten. Ja. Kan niet oneindig lang doorgaan. En je noemde ook neerslag, dus dat is weer net een andere. Ja, neerslag is natuurlijk andersom. Hè. De neerslag moet afgehandeld kunnen worden. Ja. En op het moment dat onze dijken, rivierdijken en zeedijken hoger worden, het land zakt verder naar beneden. Dat betekent dat die neerslag die in die badkuip valt, steeds moeilijker is af te handelen. Ja. Steeds moeilijker tijdelijk te parkeren, steeds moeilijker op te voeren naar de rivier en richting de zee. Ik heb daar nog een vraag over ook in de chat. Een vraag van Rink. Hij zegt, wanneer gaat het bij ons doordringen dat bouwen op 6 meter onder zeeniveau niet duurzaam zal zijn? Wat is jouw blik hierop? Nou ja, er is net besloten om in de Plaspoelpolder op 6 meter min te gaan een enorme woonwijk te gaan bouwen. Moeten we dat willen? Ik denk dat is bijna een politieke vraag. Hè? Moet je dat willen? Is het slim? Waar zit het knikpunt? Is er een soort maximum? Waar zit dat ergens? Nou ja, kijk, qua watermanagement kunnen we eigenlijk alles wel oplossen. Nederland waterland. Ja, het enige wat wel heel vervelend wordt in die hele diepe polders is de zoute kwel. En daar zijn wel al een paar polders. Wat is de zoute kwel? Nou, zoutwater wat omhoog gedrukt wordt. Okay. Waardoor feitelijk de landbouw een probleem krijgt. En daar zijn al een hoop polders in Nederland waar dit begint te spelen. Dus hoe dieper de polder is waar je gaat bouwen, des te sneller zal je waarschijnlijk een keer in de problemen gaan komen dat die hele polder verzout. Ja. Maar dat gebeurt dan de komende 20, 30 jaar niet. Maar je moet wel langer vooruit kunnen kijken. Marjan, jij wil volgens mij reageren. Ja, in ons Nederland 2120 zit duidelijk ook een trend om dus de bebouwing veel meer richting het oosten van het land te doen. Ja. Hè? Dus op de hogere weg van de Randstad. Hogere zandgronden, ja. Kijk, het is natuurlijk niet alleen gaan. Ja, ik denk ook, waarom gaan we daar in hemelsnaam nu nog bouwen? Terwijl we natuurlijk ook al heel veel huizen hebben die ook al problemen hebben, die dan bestaan. Mm-hmm. Staan. Dus ik vind dat een zeer legitieme vraag uit het publiek. En wat ik ook frappant vind, ook aan jouw reacties, Jeroen, dat je soms zegt, het kost technologisch heel veel inspanning, maar anderzijds gebruik je de technologie wel als oplossing, die ook heel ingewikkeld is. En dat is altijd, dat zie je echt bij bouwers en projectontwikkelaars. Nou, die ecotech, ja, dat weten we allemaal niet, kost heel veel ontwikkeling. Maar zo gauw de technologieën die ze in hun achterzak hebben gebruikt moeten worden, dan, die zijn er dan weer, zeg maar. Ja. Hè? Dus ja, ik denk van we moeten meebewegen. We moeten echt meebewegen met het feit dat die zeespiegelstijging komt en dat het zoutwater eraan komt. Maar dat kan dus ook door marine landbouw. Hè? Dus, en ook bouwen op water, wonen op water. En meer naar het oosten gaan. Dus ik denk dat het adaptief inrichten, dat echt heel belangrijk is. En dat, ook, dat we ook veel meer verhaal krijgen over wat dat precies is. Bijvoorbeeld dus op de Floriade. Ik heb contact met Floating Farms. Dat is een club die zijn voedsel aan het bouwen op drijvende op water, eilanden. Ja. Dat zit een beetje voorbij pilotfase. Hè. Dat is bij China vindt het super interessant. Zij willen heel graag op die Floriade dat gesprek aangaan. Hè. Dat is ook een plek. Juist met dat soort ook meer adaptieve technologieën, ecotechnologieën, om die te ontwikkelen. En dat moet in het bouwen ook. Ja. Mee eens. Ja. Ik heb hier nog een vraag. Thomas van Vereniging Delta Metropool die geeft aan, in de visie van Wageningen University Research voor 2120 bestaat de Randstad uit compacte steden en hebben de hogere gronden meer uitgestrekte verstedelijking. Klopt deze observatie en kan Marjan de keuze hierachter toelichten? Is oh ja. Ja, nou, wat ik al zei, het is geen blauwdruk. Ik denk dat is ingegeven door, om niet in één keer zeg maar de hele Randstad weg te vagen. Want dan is iedereen ook in shock. Hè? Precies. Dit is een optelsom van visies van allerlei mensen en allerlei voorspellingen.
En waarbij wel uitgegaan van, is van dat in die Randstad, dat je dus met robuuste technologie die er is, zoveel mogelijk beschermt wat nog beschermd kan worden. En dat de migratie plaatsvindt naar de plekken waar nog gebouwd kan worden. Maar het accent ligt wel degelijk ook op bouwen op plekken waar het logisch is om te bouwen, omdat daar het water niet komt. Ja, ja. Precies. Ja. Ja. Ik hoop dat dat genoeg antwoord is. Ik hoop het ook. Ik hoop het ook voor Thomas. Laten wij doorgaan in ieder geval met de derde stelling. We hebben het al een paar keer aangestipt, maar dat gaat echt over die transitieopgave. Hoe gaan we dat nou doen? De stelling luidt als volgt en die komt voor jullie weer in beeld. Nederland is op de goede weg om stedelijke verdichting in samenhang met klimaatadaptatie en vergroening te realiseren. Nou, is dat zo? Doen we dat snel genoeg op de goede manier? Ik hoor het zo ook graag van jullie. En even kijken, is de poll al gestart? Volgens mij bijna. Dat duurt nog even voordat hij hier binnenkomt. Dus dan ga ik gewoon toch alvast naar jullie. Zijn we op de goede weg? Wie wil openen? Nou, net bij Marianne ga ik nu naar jou, Jeroen. We zijn ongetwijfeld op de goede weg, maar die weg is wel heel erg lang nog. Ja. Want als je kijkt naar... Te lang. Te lang. Ik weet niet wat te lang is, hè? Wat dan het punt is waarop het misgegaan is. Maar als je kijkt naar het bewustzijn, dan valt er nog ontzettend veel te winnen. Zowel ambtelijk gezien als private partijen, als de burger. Dat we eigenlijk aan de vooravond van een enorme transitie staan. Ja. En ik zie dat zelf bijvoorbeeld bij ontwikkelaars. Je hebt ontwikkelaars die ontzettend mooi ambitieus zijn als het gaat over klimaatadaptief en duurzaam bouwen. Maar je hebt ook ontwikkelaars, bouwers, die dat echt helemaal niks interesseert. Nee. Dus het bewustzijn bij nog niet iedereen is er genoeg aanwezig om echt aan de slag te gaan met elkaar. Precies. Ja. En daar moet continu, zal daar de komende jaren op gehamerd moeten worden. Ja. Er zal voorlichting moeten komen. Ja. Mensen moeten gevoed blijven worden met wat er gaande is en wat die transitie voor ons uiteindelijk in moet gaan houden. Ja. Marjan, zijn we op de goede weg? Nou, ik heb een beetje een hobby om online allerlei discussiebroepen te volgen. Dat is vast heel gezellig. Ook waar ik het niet mee eens ben. Dus mensen die tegen bijvoorbeeld mensen die tegen de die willen dat de dieren hier dichtbij vrijkomen en zo. Maar ik vind het gewoon heel interessant om te zien van wat gebeurt er allemaal op die social media. Yeah. En wat is de tendens daarin? Er is natuurlijk enorm veel polarisatie. Wat zie je inderdaad? Wat zie je daar inderdaad als observatie? Kijk, Nederlanders zijn of altijd met elkaar op zoek naar de gulden middenweg. Lekker polderen. Lekker polderen. Ja, en dan helaas, volgens mij is het geen tijd meer daarvoor. Soms ook echt mensen willen wakker schudden van kom op, we moeten echt sneller. Ja. Als voorbeeld, ik heb gesprekken gehad met de voorzitter van EDES, dat is de overkoepelende organisatie van woningbouwcoöperaties. En met de voorzitter van de NEPROM, zijn de projectontwikkelaars in Nederland, die hebben nu klimaatadaptief bouwen, hebben ze als koepel opgezet met allerlei organisaties, hartstikke goed. En die zijn nu aan het leren van pilots. En zover is het nu. En dat kan je natuurlijk niet anders zeggen. Dat is hartstikke goed. Maar eigenlijk moeten we al opschalen. Ja, eigenlijk we zijn de tijd van pilots, experimenten zijn we voorbij. Ja, maar het punt is altijd. Je praat met mensen die het allemaal willen. En dat geldt ook voor mezelf. Ja. Iedereen wil het. Ja. En hoe krijg je het nou harder? Dus waar loopt dat op stuk dan? Is dat inderdaad dat bewustzijn wat er onvoldoende aanwezig is? Ja. Nou, ik denk de mens van nature wil dat alles eigenlijk blijft zoals het is. Hè? Want vrij conservatief zijn. Precies, hè? Dat is wel de natuur van de mens. Dus bij alle transities, en of dat nou de transitie is waar we het nu over hebben, maar ook in het verleden, dan zie je dat mensen de grote massa, noem ik het dan maar even, heel snel de hakken in het zand zetten. Omdat ze vast willen houden aan datgene wat ze kennen. Ja. En dat speelt hier ook gewoon mee. En bedoel je daarmee ook bijvoorbeeld windmolenparken? Iedereen vindt dat er moet komen, die duurzame energie, maar niet in mijn achtertuin. Precies. Ja. Precies. Ja. En is dat dan vooral bewoners? Of zie je dat, je werkt veel met gemeenten, zie je dat ook bij beleidsmakers, planologen die daar werken? Of? Ja, het zit wel overal. Hè. Een heel mooi voorbeeld is voor een regio waar ik geholpen heb om invulling te geven aan de klimaatadaptatiestrategie en de uitvoeringsagenda, waar de klimaattrekker van de gemeente de organisatie inging om de collega's dus mee te nemen
het klimaatverhaal in. Dat zij vanaf nu dus anders naar hun werk moeten kijken. Nou, al die collega's waren aanvankelijk enthousiast. Totdat ze in de gaten kregen dat ze zelf iets anders moesten gaan doen vanaf nu. En toen gingen overal de hakken in het zand. Van ja, maar als ik daar ook nog rekening mee moet houden, dan kan ik wel stoppen met mijn werk. Dus maar dat is... Ja, Marjan? Ja, want ik vind het wel lastig. Want ik wil niet dat wij zeg maar, de personen worden die zeggen dat iedereen harder moet of zo lopen moet. Nee. Nou ja, maar wie dan? Nou ja, wie dat moet zeggen. Nou ja, ik denk dat er mensen zijn die dat zeggen en dat die op dit moment ook steeds meer podium krijgen. Dus, zijn dat de NGO's? Ja, ik denk dat een deel van het punt is dat we natuurlijk al, even als je kijkt in de tijd. We leven niet meer zo vanuit ideologieën. Hè? Dus historisch gezien, religie, ideologie. Dat is niet meer iets waar je heel makkelijk op kan beroepen. Daarom begon ik ook met droom, utopie, noodzaak, bittere noodzaak. Maar heel snel word je moraliserend gezien of te ver voor de troepen uitlopen. Ja. En wat ook nog eentje is natuurlijk onze cognitieve dissonantie. Dus we vinden het allemaal belangrijk, maar in onze eigen keuzes middelen we het ook uit. Ja. Dus dat is wel de realiteit waar we in leven. Is het een groot en complex ook? Ja, nou ja, het is groot en complex inderdaad, omdat het gaat over wereldwijde verbanden die door wetenschap worden aangetoond, waar ook al heel veel mensen vragen bij stellen. Ja. Dus wat ik denk, waar we in moeten versnellen, als ik dan toch mag zeggen wat ik vind, is dat we het echt bij mensen dicht bij huis moeten kunnen brengen. Ja. En ik vind dus dat bouwverenigingen en projectontwikkelaars daar een hele grote rol in zouden gelukkig ook gaan spelen. Dat ben ik echt. Ik vind dat het heel mooi is dat er nu ambassadeurs ook opstaan. Hè? Dus van Ballas Nedam bijvoorbeeld, ik ga geen namen noemen, maar in ieder geval mensen die echt zeggen van wij gaan dit trekken. Ja. Die echt een verantwoordelijkheid daarin nemen dus. Ja, maar je hebt ook gezien dat bij wat grotere multinationals, dat juist de CEO's die heel erg op duurzaamheid voorstaan, dat die ook wel weer snel vervangen worden. Ja. Dus het is ook gewoon een gevaar om je nek uit te steken op dat vlak. Dus, dus we moeten ook versnellen, niet alleen in integraal werken, maar ook elkaar echt leren kennen en waarderen. Ja. Ik heb nog een vraag, of twee vragen eigenlijk. Eentje over inclusiviteit, daar wil ik zo even nog naartoe gaan. Annemarie die vraagt ook nog, er zijn net al wat dingetjes genoemd, maar wat zien jullie nou als grote belemmeringen echt voor het vergroenen van steden? In de chat worden ook al enkele voorbeelden genoemd als het ontwikkelen van draagvlak. Nou, dat werd ook genoemd. Conflicten met andere beleidsterreinen zoals beheer en onderhoud. Sociale veiligheid in de openbare ruimte. Dus veel en ruig groen. Dat conflicteert hiermee. Hoe kijken jullie aan tegen dit soort belemmeringen? Mm-hmm. Ja, ik denk dat je... er zit een knelpunt in de beschikbare ruimte. Mm-hmm. Die 1 vierkante meter, precies, waar 3 vierkante precies, meter functies voor is. Ik heb gewoon heel veel opgaves die ik als gemeente probeer in te vullen. Mm-hmm. En dat betekent dat je ontzettend moet gaan afstemmen met al die verschillende onderdelen. Maar hoe ga je dit nou op elkaar matchen? En op het moment dat je zegt, ik wil meer vergroenen, dan zal je toch wel heel erg goed naar die andere opgaves moeten blijven kijken. Dus die integrale benadering. Ja. En die obstakels van die afwegingen. Ik denk waar we ook echt een enorme push zal geven, is als we veel meer in het mbo- en hbo-onderwijs ook nog het heel praktisch maken. Dus de mensen die dus echt ook het bouwen doen, het onderhoud doen, op die bedrijventerreinen werken. Ja. Ja. Dat er allemaal ook veel educatie komt en inzicht in wat klimaatadaptief en natuurinclusief daadwerkelijk betekent. Er zijn ook hele goede initiatieven al voor, hoor. Dus, dus, en ik denk dat de jonge generatie die het moet gaan doen, die nog veel beter daarin onderwijzen tools geven. Ja, laten we wel wezen. We zijn natuurlijk in een verdichte stad. Hebben mensen ook vrij weinig affiniteit met natuur, met voedsel en dat soort zaken. Ja. Er wordt ook heel vaak gezegd van, ik las net nog iets van een hoogleraar uit Groningen. Van moestuinen en buurtuinen is leuk, maar daar moet je niet je hele visie op baseren. Hè? Terwijl ik denk, ja, als je... Ook in jouw presentatie en ik trouwens ook. De zesde punt is, zijn die mensen. Maar eigenlijk moet dat de eerste zijn.
Ja. Dus juist die moestuinen en buurtuinen en juist dat soort plekken waar mensen echt contact hebben en zien dat natuur niet eng is. Dat tegelwippen, die wedstrijd. Mm-hmm. Ik kom zelf uit Nunspeet. Gisteren stond Nunspeet op 1 tegel. Fantastisch. Maar ik denk, hé, dit is er wel 1. Was die tegel van jou? Nee. Ik ben in Nunspeet geboren en ik woon nu in Wageningen. Ah, oké. Ja. Maar die nationale EK tegelwippen, Lodewijk Hoekstra is iemand die dat enorm promoot. Ook via televisie met Helga van Leur. Dat vind ik geweldig. Maar als we dan, want dat draagt in ieder geval bij aan het bewustzijn in ieder geval. Dat we allemaal ons steentje bij kunnen dragen. Nee, niet alleen bewustzijn. Mm-hmm. Want het is ook zo, als elke gemeente bij wijze van spreken 5000 tegels weghaalt. Ja. Dat is behoorlijk oppervlakkig. Want dan komen we inderdaad bij die opschaalbaarheid. Ja. Het moet niet bij een paar tegeltjes blijven en kleine initiatieven. Nee. En wat je dan heel vaak hoort is dat mensen zeggen, en ik hoor het ook gewoon in mijn eigen privéomgeving. Ja, maar wat ik doe, dat maakt helemaal niet uit. Ja, dat zet helemaal geen zoden aan de dijk. Dus... Ik denk van ja, maar als iedereen zo redeneert en als elk land zo redeneert, dan gaat er dus nooit iets gebeuren. Maar iedereen of elk land is nog wel iets anders. Want de vraag is eigenlijk, kun je die verantwoordelijkheid bij de individuele burger leggen? Of, Ik denk die transitie, zal niet van bovenaf gaan lukken. Want van bovenaf, regeringsniveau, zijn de belangen in de huidige maatschappij, de huidige economie zijn gewoon te groot om het roer helemaal om te gooien. Dus die transitie zal in mijn ogen echt van onderaf aangejaagd moeten worden. Mm-hmm. En je ziet dat met de urgenda's, je ziet dat met de uitspraak van Shell, maar ook in Amerika met Chevron en Exxon, die hebben zo'nzelfde iets aan hun broek gehad vorige week. Het gebeurt van onderaf. Ja. Daar wordt de beweging zo groot dat die op een gegeven ogenblik niet meer genegeerd kan worden door regeringen. Ja. En dan gaan ze volgen. Ja. Maar andersom zie ik het niet gebeuren. Maar aan de andere kant moet elke zichzelf respecterend bedrijf, organisatie en instituut moet eigenlijk minstens 2 klimaatactivisten aannemen. Ja. In hun bestuur. In hun bestuur, raad van toezicht, toekenning aan subsidies. Ja. Dus van onderop en van bovenaf. Ja, wij zijn allemaal ook onderop en bovenaf. Het is maar hoe je de wereld ordent natuurlijk. Ja. Ja. En ik denk dat de mensen die dan zichzelf als activist neerzetten en zichzelf als van onder of van buiten de gevestigde orde zien, die moeten echt dat podium krijgen. Ja. 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 En ik ben daar echt elke keer weer van. Ik word gewoon van de tafel geblazen als ik in dat soort debatten zit door mensen van de jongere generatie. Ja. Ik heb dat zelf in mijn leven ook gemerkt. Van naarmate je meer groeit in je eigen loopbaan, word je wat voorzichtiger. Nou, ik vind zelf inmiddels, en dat heb ik eigenlijk altijd gevonden, als je academicus bent en je bent bezig met klimaat en biodiversiteit, kun je jezelf eigenlijk niet anders dan activist noemen. Hoe kan je dan niet daarmee bezig zijn? Terwijl eigenlijk willen we dat het weggaat van het activisme en dat het gewoon... Nee, maar activisme is iets heel positief. Dat betekent gewoon dat je actie onderneemt. Ja. Ik bedoel, als je gewoon even terug in de Verenigde Staten heeft activist, is gewoon, en in Zuid-Amerika ook, heeft gewoon een hele positieve connotatie. In Nederland veel minder positief. Mm-hmm. Laten we het in positief maken. We komen met elkaar in actie. We weten niet of wat hetgene is wat we doen, of dat nou de absoluut goede oplossing is, maar we zijn het aan het doen. Ja. En dat is natuurlijk het codewoord dat we het moeten gaan doen. Ja. Ja, en dan kom ik toch nog even terug bij het integraal werken, want we willen alles tegelijk. Dat maakt het enorm complex. We zeggen net, we moeten het toch doen. Moeten er ook niet keuzes gemaakt worden ten aanzien daarvan? Dus dit wel en dit niet. Om die, die trein te halen eigenlijk. Ja. Nou ja, kijk, ik heb het meegemaakt bij mooie transitieontwikkelingen. Dat de ontwikkelaars gewoon weggelopen zijn van de tafel. Omdat ze gezegd hebben van ja, maar gemeente, jullie hebben zoveel ambities gestapeld. Ja. Dit is niet meer betaalbaar voor ons om te realiseren. Zijn dat echt totaal onrealistische ambities wat jou betreft? Of? Nou ja, dat weet ik niet. Als ze hem niet proberen in te vullen, dan weet ik het niet. En wat wel heel mooi is, is dat er nu op een grote schaal geprobeerd wordt om overal dezelfde eisen aan klimaatadaptatie op te voeren. Vanuit de MRA gebeurt dat. Dat gebeurt samen ook met de provincie Utrecht, de provincie Zuid-Holland. Om te kijken dat alle gemeentes hetzelfde programma van eisen hanteren richting ontwikkelaars. Ja. Zodat ontwikkelaars ook niet meer kunnen zeggen van, nou ja, bij jullie doen we het niet, want dan kost het te veel, dan ga ik naar de buren. Ja. En op het moment dat
iedereen zegt van ja, maar je moet hier gewoon rekening mee houden. Ja, dan gaan we zien wat er echt mogelijk is. Ja, maar dat vraagt wel natuurlijk weer echt een draagvlak dat vraagt, van iedereen. Ja, en het vraagt heel veel inspanning om bestuurders op te lijnen. En ook uiteindelijk om ambtenaren en ontwikkelaars op te lijnen. Ja. Ja. Dus nog een vraag over inclusiviteit. Exact, ja. Yes. Een vraag over inclusiviteit inderdaad. Enkele in ieder geval. Het feit dat vastgoedwaarde stijgt door vergroening, dat wordt vaak aangehaald. Ook daarin is het een voordeel. Hier, het verleidt misschien meer noodzakelijke investeringen in groen die we nodig hebben. Tegelijkertijd staat de betaalbaarheid van wonen in de stad al enorm onder druk. Dat zal toenemen als die stad groener wordt, is dan de logische conclusie. Hoe kijken jullie hier tegenaan? Is het een dreiging voor de betaalbaarheid, dat vergroenen van de stad? Ja, ja. Hoe natuurinclusiever je maakt, hoe minder betaalbaar hij wordt voor de particulier. De vastgoedwaarde stijgt, dat is in ieder geval. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Is dat zo? Onderzoek van onze economen laat zien, die doen maatschappelijke kostenbatenanalyses. Mm-hmm. Die laten zien dat de vastgoedwaardestijging tot 20% kan zijn. Dat op het is moment. Flink. Ja, dus zeg maar gemiddeld een 10%, maar in sommige gevallen tot 20% wat het vastgoed in waarde stijgt. Mm-hmm. Op het moment dat je rood en grijs inlevert voor groen en blauw. Wordt de stad daarmee voor iedereen onbetaalbaar? Ik denk dat is wel een hele grote uitdaging voor de planners. Yeah. Want er zijn categorieën of percentages in woningcategorieën wat in dat bouwprogramma van die 1 miljoen gerealiseerd moet worden. Mm-hmm. Dus er moeten zoveel sociale huurwoningen komen, er moeten zoveel sociale koopwoningen komen. Er moet zoveel voor de middenklasse en een aantal voor de hogere. Maar stel, een doemscenario. De rijkste 10-15% zitten de mooie superklimaatadaptieve groene gedeeltes. Mm-hmm. Wat is dan het lot van die andere 80-85%? Ja. Dat doemscenario is natuurlijk wat we absoluut moeten voorkomen. Ja. Dat een gezonde, mooie leefomgeving voor de happy few is. Mm-hmm. Maar dit is ook gewoon de uitdaging voor de planners, de stedenbouwkundigen, de ingenieurs, de ontwikkelaars. Om te kijken hoe je die woningbehoeften invult tegelijkertijd ook ervoor zorgt dat al die woningcategorieën die gezonde groene leefomgeving krijgen. Ja, maar Jan, je hebt volgens mij ervaring ook met participatietrajecten of hoe zorg je daar nou voor, hè? Dat je iedereen meeneemt in zo'n vergroeningsstrategie? Hoe kijk dat jij is een andere vraag. Hoe neem je iedereen mee in een vergroeningsstrategie? Ja. De vraag die daarvoor nog ligt is van waar bijten dus inclusie en vergroening elkaar? Ja. Of kunnen die samen opgaan? En inderdaad, in het woonakkoord en de woningbouwopgave zit sowieso natuurlijk al. Dat is een van de redenen waarom misschien zelfs vergroening wat achteraan loopt, zit vooral die sociale component. Mm-hmm. Want het is natuurlijk schrikbarend hoe duur wonen nu is. En met name ook de huurprijzen trouwens, als je kijkt op de vrije sector. Dus dat is een probleem op zich. Waardoor, ik me kan voorstellen dat mensen zeggen, als ik überhaupt al niet betaalbaar kan wonen, waar heb je het dan over als je het over bomen? Ja. En ook inclusiviteit gaat natuurlijk niet alleen over groen, het gaat ook over toegang tot openbaar vervoer, toegang tot winkels en ander soort voorzieningen. Hè? Dus, en ook het verschil tussen Oost-Nederland en de Randstad in wat je aan voorzieningen hebt en voor mensen. Dus inclusiviteit is een lastige om zomaar één op één op deze groene steden component te leggen. Mm-hmm. Wat ik wel denk is dat gemeentes en woningcoöperaties die vaak natuurlijk ook al publieke ruimte bezitten, dat ze in die publieke ruimte al heel veel kunnen doen voor het vergroenen van wat er staat. Dus zeker natuurlijk bij hoogbouw, dan is dat vaak de publieke ruimte is eigendom, niet van de mensen zelf. Dus daar kun je al heel veel in vergroenen. Mm-hmm. Twee is dat laagbouw, hè, dus de achtertuintjes, kun je afvragen van waarom is er wel een welstandcommissie op hoe huizen eruit zien, het huis zelf, maar waarom is er geen welstandcommissie voor de achtertuin en de voortuin eigenlijk? Ik stel gewoon die vraag, ik geef geen antwoord, maar het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat je als woningcoöperaties echt zegt van ik wil gewoon actief zorgen dat ook die privétuinen veel groener worden. Mm-hmm.
Nou, dus je kan al heel veel doen met wat er nu is. Ook voor de gelaagdheid in de prijzen van de huur en de koop. Ja. Het hoeft niet per se elkaar te bijten, denk ik. Maar als je mij zou vragen wat staat op 1, ja, dan zou ik daar geen antwoord op geven. Want ik woon nu zelf tijdelijk in een flat en daar is heel groen omheen. Mm-hmm. Maar dat is toch absoluut niet hetzelfde als zelf een tuin hebben. Wie heeft dat gedaan, dat groen eromheen dan? Wie heeft dat? Dat is in Wageningen is dat wel 15 jaar geleden door provincie en gemeente is dat is eigenlijk wat een racebaan was met aan beide kanten allemaal flats. Is 15 jaar geleden al geadopteerd als groene allee en daar plukken we nu de vruchten van. De onderlaag is struik- en kruidlaag met ook allemaal wildbeheer, mm-hmm. wilde bloemen. Maar je ziet ook dat mensen er helemaal niet zo blij mee zijn, want die vinden het niet netjes. Dus, dat gaat over het onderhoud dus weer. Ja, maar ook de esthetiek. Wat vind je mooi groen? Waar wandel je graag in? Als je aan elke boterbloem ergert of je wordt super blij van dat die er staat. Hè? Ja. Dus de sociale inclusie is ook wiens verhaal over wat een fijne woonomgeving is, telt mee. Ja. Ik heb nog een vraag daarover gekregen. Dat steden duurder worden wordt vaak ook gezien als een soort gegeven. Vergroening zou daar dus ook aan bijdragen. We hadden het er net over. Maar zit het ook niet in mechanismen en keuzes achter de markt? Vroeger werd sociale woningbouw bijvoorbeeld ook in hoge kwaliteit en op stedelijke locaties uitgevoerd. Zonder te veel een markteconomisch verhaal van te maken. Hoe zien jullie dat? Vroeger werd dus de sociale woningbouw bijvoorbeeld ook echt in hoge kwaliteit en op stedelijke locaties uitgevoerd. Dus dat oog voor kwaliteit was daar. Waarom zou dat dan nu niet meer kunnen bijvoorbeeld? Volgens mij is een van de redenen wel natuurlijk dat er een enorme privatiseringsslag is geweest in woningbouw Nederland. Mm-hmm. En dat de gemeentes minder te zeggen hebben echt over, alleen natuurlijk nu nog wel via de bestemmingsplannen en zo. Mm-hmm. Ik denk wel dat de kwaliteit van wonen voor iedereen, dat het hoog op de agenda komt. Zeker nu, hè, veel mensen op thuis werken en dat het ook wel meer zal blijven. Mm-hmm. Waarom dat toen was en nu, ja, er zijn inderdaad aantal factoren voor aan te wijzen, wat ik al zei. Inderdaad economie, maar ook eigendom en ook gewoon prioriteit van mensen. Mensen leven natuurlijk ook nu steeds meer in de digitale wereld of zijn er ook meer op uit, zijn veel mobieler als 30, 40 jaar geleden. Maar je ziet ook heel veel goede initiatieven. Dus dat bewoners ook echt die ruimte omarmen en zelf in investeren. Hè? Dus dat publieke groen met elkaar aanpakken. Ja. Ja, dat is fantastisch. Hoe werkt dat dan? Een soort samen investeren in een grote... Er zijn gemeentes die zeggen van... Nou, wij hebben een buurtinitiatief medewerker. Dus als jij iets wil doen met de buurt, met het groen... vertel maar en wij kijken wat we ermee kunnen doen. Dus dat kan zijn dat iemand bij ons achter is een prachtige buurtmoestuin naast een hele grote flat. Waar fruitbomen staan, waar kinderen spelen, waar enorm veel vogels kwetteren. En waar mensen dus ook vertoeven en ook echt lekker in de schaduw kunnen zitten. Het is helemaal niet zo heel veel werk. Het is hartstikke goed voor de sociale cohesie. Je moet altijd wel wat mensen hebben die een beetje opletten. Hè, op zo'n plek letten, maar die heb je altijd wel... Ja. Dus dat soort initiatieven kun je eigenlijk zo als woningcoöperatie gewoon zo uitrollen samen met de gemeente. Mm-hmm. Ja. Ja. Ik denk ook dat het gewoon een beetje uit het oog verloren is. Hè? Omdat er veel meer, steeds meer is gaan focussen op geld. Mm-hmm. Alleen maar op geld en niet op waarde. Ja. Hè, dus de kwaliteit van het wonen. Er is alleen steeds verder gekeken naar zoveel mogelijk bouwen. Zo simpel mogelijk, want dan kunnen we er een extra huis voor neerzetten. Ja. En ik denk dat dat wel gewoon weer terug moet. Hè? Ja. Niet alleen kijken naar het geld, maar ook naar de waarde, wat dat dan oplevert. Ja, ja. Dus dat groen toch meetbaar maken op een bepaalde manier. Precies, ja. Ja. En dat is nog wel, want we hebben natuurlijk veel gehad over ook nieuwe ontwikkelingen. Er werden ook dingen, want er is ook een enorme bestaande voorraad die gewoon vergroend gaat worden. Kan dat op eenzelfde manier als initiatief of hoe kijken jullie daar tegenaan? Bestaande voorraad van wat? Woningen. Van woningen, ja. Ja. Ja,
Ja, er moet ook uiteraard... Het bestaande woningareaal in Nederland is natuurlijk vele malen groter dan die miljoen die nu nog gebouwd moet gaan worden. Mm-hmm. Dus de grootste opgave ligt misschien wel in het bestaande gebied. De 7,5 miljoen woningen die er al, precies, al staan. Precies. En dat zijn soms hele krappe woonwijken. Ik zit regelmatig met gemeentes aan tafel dat ze in oude arbeiderswijken ontzettend versteend... Je stapt vanuit de voordeur op het trottoir... En aan de overkant van de straat stap je ook weer rechtstreeks vanaf het trottoir het volgende huis binnen. Grijs, grijs, grijs. Precies, ja. Alles grijs. Ja, daar ligt ook echt een enorme uitdaging van hoe je die vergroening daarin door kunt gaan voeren. Ja, ik denk toch dat gemeentes echt een hele cruciale rol spelen daarin. Ook met winkelcentra, publieke pleinen, parken die nog... Ja. Ja, waar je eigenlijk denkt van nou, kan er niet een beetje water, dat water een beetje gaan stromen... zodat het er wat toegankelijker uitziet. Maar inderdaad ook met veiligheid en veilig groen. Ja. Dus ik denk, ja, gemeentes, er zijn natuurlijk de gemeentes die ik aangaf, hè, Nijmegen, Rotterdam, maar Amsterdam. Utrecht is goed bezig. Er zijn heel veel gemeentes, steden heel goed bezig. Ja. Apeldoorn was ik laatst ook. Die hebben al heel veel groen willen, zelfs nog meer groen in de binnenstad. Dus die moeten door. En dat zijn de overheden, dus die hebben dan een belangrijke taak. Tuurlijk, volgens maar jou. Die betalen we ook voor die taak. Dus, ja, natuurlijk. Ja. Maar een vraag van Paul Gerritsen van Vereniging Delta Metropool. Is het mogelijk om de groene stad te ontwikkelen zonder dat we die enorme overheidsinvesteringen telkens nodig hebben of daarvoor worden vrijgemaakt? En als dat dus niet mogelijk is, waar moet dat geld dan vandaan komen? Waar gaan we dan mee stoppen qua investeringen? Hmm. Twee vragen. Waar gaat het vandaan komen? Ja, en zijn er, wat zijn de offers eigenlijk die we dan wellicht kunnen? Ja, ik denk, het is sowieso een taak, als het gaat over het bestaande woningareaal, is het sowieso een taak van de gemeenten om daar het voortouw te nemen. En er is ook vorig jaar een interessant rapport opgesteld in opdracht van de provincie Zuid-Holland over de bekostiging van al dit soort maatregelen. Waar vind je nou uiteindelijk het geld om dit allemaal betaalbaar te maken? Ja. Daar zal de komende jaren steeds vaker naar gekeken gaan worden. Als ik zelf kijk in projecten, worden er vaak nu ook al maatschappelijke kostenbatenanalyses gemaakt. Om te kijken van, is de business case sluitend te maken om je ambitie te realiseren en dus ook het betaald te krijgen. Ja. En dat is best lastig, hè, want zeker als je naar maatschappelijke baten gaat kijken... Dan zijn de maatschappelijke baten vaak voor degene die niet hoeft te investeren. Wie bijvoorbeeld? Verzekeringsmaatschappijen, zorgverzekeraars, schadeverzekeraars. Maar daar zal je misschien in de komende decennia ook wel het geld vandaan moeten halen om hun mee te laten betalen. Omdat hun lasten... drastisch zullen ze hebben eigenlijk aflopen. Nieuwe business cases nodig om dat samen echt de investeringen te kunnen maken, omdat we ook allemaal van die baten... En die gesprekken zijn al de afgelopen jaren met verzekeraars, maar dat is nog heel erg moeilijk. Ja. Die zijn er zeker nog niet op dit moment aan toe, maar deze discussie zal ook niet meer weggaan. Nee. Ja, en met groene financiering, hè, want de vraag was volgens mij als de overheid niet meer investeert, dat is op zich natuurlijk niet een heel realistische vraag, maar goed, laten we dat even doen voor het argument. Nou, dan moet het natuurlijk uit het bedrijfsleven komen of banken of private investeerders en de mensen persoonlijk. Mm-hmm. Maar ja, de mensen persoonlijk gaat gelukkig via belastingen en dus via overheid. En... dus dan is het ook zo van wat voor soort economie heb je? En ik denk dat groene financieringsconstructies dus kunnen er niet omheen dat als jij dus vervuilt, moet je dan betalen of niet? Hè? Dat is natuurlijk en dat zou dan in een soort fonds komen die weer in die groene investeert. We hebben dus Groeifonds Nederland met een nieuwe voorzitter Jeroen Dijsselbloem sinds 2 maanden, waar miljarden in omgaat. En wat ik al eerder zei, waarom staat daar niet gewoon naast de economie
natuur op één. Ik hoop dat één iemand kijkt die met iemand praat die dan iemand daarover spreekt. Mm-hmm. Benadruk dat. Zet gewoon bij de criteria veel sterker van hoe draag je bij aan klimaatadaptiviteit. Ja. Ja. We hebben een klimaatakkoord, we hebben vast heel veel klimaatpotjes. Alle ministeries hebben dat. Zitten allemaal integraal te werken. Maar toch de urgentie, het belang moet hoger op de agenda. Ja, je moet in duidelijke criteria vatten en wat zijn je prestatieindicatoren om het te bereiken. Ja. Voordat we naar de afsluiting gaan, ook nog een voorbeeld van Rienk. Over toch die uitwisseling van investeringen vanuit de overheid. Dus inderdaad, we hebben net gekeken, stel zij doen dat niet, dan moet het van andere partijen komen. Maar hij zegt, als je de middelen voor de verbreding van de A27 aan Amelis Weert zou besteden aan vergroening van de stad Utrecht. Nou, dan heb je een flink potje geld volgens mij om uit te geven. Is dat een mogelijke uitruil van investeringsmiddelen die jullie ook zien, is zijn vraag. Maar dat betekent dat die wel komt, die A27. Ja. Dan die middelen in ieder geval worden niet door de overheid daaraan besteed. Maar die gaan gewoon naar de vergroening van de stad. Tenminste, zo lees ik hem. Ik denk niet dat zo zal werken. Maar het valt samen met de verandering van de mobiliteitsopgave waar we net over spraken. Ja, zeker. Ja, dan heb je een goed punt. Er zijn meerdere opgaves in Nederland die lopen. Mm-hmm. En inderdaad, die verbreding van de A27, dat is een niet te stoppen terrein. Ik denk het niet mee eens. Alles is te stoppen als het er nog niet is. Dat zei ik ook al. Het is een prioriteitsvraag. Ik zei al, we moeten ook afscheidingen nemen van dingen. In Wageningen is ook gesproken over een rondweg langs de campus. Die gaat er gewoon niet komen. Ja. Voorlopig nog niet. En waarom gaat die er niet komen? Omdat de provincie ziet van dat is eigenlijk geen bijdrage aan de mobiliteit. Ook mobiliteit en mobiliteitsberekeningen gaan altijd uit van optimistische scenario's voor economische vooruitgang. Ja. Terwijl we ook allemaal weten dat over 10 jaar, als die weg er is, zitten we weer vast. Ja, want dus meer wat winnen we erbij? Meer auto's. Dus als je het hebt over maatschappelijke kostenbaten, wat winnen we erbij dat we 5 minuten eerder daar zijn ten opzichte van dat we inderdaad een groene binnenstad hebben? Ik geef geen antwoord, maar maken we de goede analyse voordat we dat soort besluiten nemen? En ik denk van niet. Ik denk dat die economische vooruitgang en het echt concreet maken van indicatoren over economie, dat kunnen we heel goed. Maar het concreet maken van geluk, welzijn en natuur kunnen we nog niet. Dus ook mensen in het publiek die daar ook dat gesprek in aangaan, dat moet je doen, die fase ervoor. En ja, of ik nou wel of niet voor verbreding ben van die snelweg, persoonlijk nee. Ik denk, het slaat nergens op. Het heeft geen zin. Het heeft gewoon geen zin als we dan over 40 jaar weer kijken. Ja. Want over 40 jaar hebben we een totaal ander Nederland. Ja. Hopelijk. Maar wat ik eigenlijk bedoelde met het is niet te stoppen, is dat voor dit soort plannen wordt niet 40 jaar lang vooruitgekeken. Nee. Dit soort plannen wordt gemaakt van we zien over 5 jaar een probleem en dat willen we over 8 jaar opgelost hebben, bij wijze van spreken. Mm-hmm. En verder dan 10 jaar gaat die horizon niet op dit moment. En dat maakt het ontzettend lastig om dit soort projecten gewoon de nek om te draaien als ze een bepaald punt al voorbij zijn in de planvorming. Ja, maar ik vind dat ook echt een verantwoordelijkheid voor onze generatie. Dus wij zitten nu in een situatie dat we als we dit soort dingen zeggen, dat we misschien weerstand krijgen, hè, dat David Goliath verhaal, of dat we juist harmonie vinden. Maar we moeten ook de guts hebben om het te zeggen. Ja. En wie is we? Nou, mensen die ook leiderschap in Nederland kunnen aanspreken. Want we kunnen het wel hebben over alle burgers in Nederland en mobilisatie. En dat is ook heel belangrijk. Maar leiderschap moet ook echt groen leiderschap worden. Ja. En dat heeft helemaal niks met politieke partijen te maken, hoop ik. Want het was al met de verkiezingen duidelijk dat de meerderheid van de kiezers is gewoon voor groen. Los van welke politieke partij dan ook. Ja. Net als dat iedereen is voor een stoplicht. Mm-hmm. Hè? Dus, of voor een gezondheid. Dus het wordt een neutraal fenomeen om voor vergroening en klimaatadaptatie te kiezen, hoop ik. Ja. Maar dat is het mooie ideaalbeeld waar we naartoe moeten. Hè? Het moet weg uit die politieke sfeer. Want klimaatverandering is niet politiek. Nee. En de korte termijn bedoel je daar ook mee? En op de lange termijn. Ja, dus we moeten die verdere horizon. Nu wordt er ontzettend gezegd van, door rechts Nederland van klimaat is allemaal onzin. Mm-hmm. Nee, maar het is geen onzin. Nou, het wordt gewoon door de wetenschap aangetoond.
En links wordt weggezet van ja, dat zijn die geitenwolle sokkenrokkers. Ja. Alleen maar bloemetjes en bijtjes proberen overal in te krijgen. Maar dat is het natuurlijk. Klimaatverandering is niet politiek. Nee, dat moet van de politiek losgekoppeld worden. Omdat het voor iedereen geldt. Precies. En iedereen wil een mooie, gezonde, groene leefomgeving hebben. Ja. Alleen ja, de weg ernaartoe is niet voor iedereen hetzelfde. Nee. We zijn inmiddels al 2 minuutjes over de tijd zelfs. Ja. Maar volgens mij, nou ja, we zijn eigenlijk nog lang niet uitgepraat. Dat is wel duidelijk. Ik denk ook niet dat 1,5 uur genoeg is om hier alle antwoorden op tafel te leggen. Mm-hmm. Maar er zijn in ieder geval ook weer een hoop vragen waar we mee door kunnen. Ook ter tafel gekomen. Dus hartelijk dank daarvoor. Als laatste slotvraag, deze serie dialogen is natuurlijk in aanloop naar de Floriade. Die is volgend jaar, 2022. Ik pak even mijn blaadje erbij voor de precieze data. 14 april tot met 9 oktober. Zo. Ja. Enorme ontwikkeling hier. Er worden hier allerlei groene structuren, gebouwen gebouwd ook. Wat is jullie aanbeveling of jullie hoop, jullie verwachting voor die Floriade? Nou ja, als het gaat over een voorbeeldfunctie, zowel voor klimaatmitigatie als adaptatie, dan denk ik dat de Floriade daar echt een voortouw in heeft en misschien nog wel nog meer kan nemen. Ja. Want als het gaat over meer groen, als het gaat over meer zuurstof produceren, meer CO2 vasthouden, klimaatadaptiever zijn, ja, dan is groen is toch wel een van de grotere oplossingen. Ja. Dus hoog ambitieniveau neerleggen precies, hier. Precies, en kom vooral kijken op de Floriade van wat al die groene ideeën dan zijn. Ja, en aan wie is dat oproep? Iedereen? Elke Nederlander iedereen, en verder buiten? Ja, uiteraard. Hè, maar het is niet alleen natuurlijk voor de particulier, maar het is ook voor onze landbouwsector. Ja. Het is voor ontwikkelaars, het is voor bouwers en het is voor het ambtelijk apparaat. Ja, ja. Dankjewel. Marjan? Ja, nou ja, ik vind allereerst Almere en de provincie Flevoland gefeliciteerd dat ze het hier gaan doen. En fantastisch dat ze het hier gaan doen. Ik ben zelf 20 jaar geleden in Almere geweest bij een van de eerste voedsel- en stadconferenties. Dat was al heel inspirerend, dus ik verwacht dat dit ook is. Almere is echt, pakt altijd een stap of 2 vooruit. En ik hoop dat op die Floriade dat de ene kant een soort keukenhof wordt waar de hele wereld kan genieten van allemaal mooie vruchten van Nederlandse bodem en gedachten van Nederlandse bodem over die groene stad. Mm-hmm. En tegelijkertijd dat het echt ook een kweekvijver wordt voor ontmoeting. En ja, ik zou dan ook de organisatoren, pak echt iedereen mee. Ga uit van dat de toekomstige generaties mensen, dat worden de leiders van over 20 jaar. Laat die in debat met onze generatie en met de oudere generatie. Laat er lekker veel vuur zijn tijdens de debatten en maak het verschil. Ja, nou, we gaan het zien. Dank jullie wel in ieder geval. Voor dit gesprek en alle delen van jullie kennis, visie en inzichten. Bedankt ook u natuurlijk voor het kijken en het meedenken in de chat. Ik heb niet alles aan bod kunnen laten komen, maar ik hoop toch een aantal vragen goed hier op tafel te hebben kunnen stellen. Dus dank jullie wel voor jullie deelname daarin. De dialoog zal ook nog terug te kijken zijn, in ieder geval via de website van Vereniging Delta Metropool. Deze serie van 6 dialogen wordt ook nog gedocumenteerd in korte kronieken geschreven door Sanne van den Bremer. Die later worden gebundeld en dit cahier zal worden uitgedeeld op het Floriade-terrein, zoals gezegd, van 14 april tot 9 oktober 2022. Nou, de volgende dialoog staat gepland op donderdag 1 juli en die is iets eerder op de dag van 1 uur tot 2:30 met als titel Making Green Work, Connecting European Cities, Mega Regions and Countries Towards a Practical Approach to Green. Ik spreek dan ook weer 2 nieuwe gasten. Dus hopelijk tot dan, maar voor nu nog eenmaal. Dank Marjan Stuyver, en Jeroen Rijstijk. Dank jullie wel. Dank je wel.